En als u nu voor een ploeg zou mogen supporter of sympathie uiten? Wel, Canonica loopt niet mee, denk ik, gezien het geringe aantal studenten en de hoge leeftijd van de participanten. En voor de rest kies ik altijd voor de loser en de underdog, wie hij ook mogen zijn. Dus denk ik, stem ik deze keer voor de burgerlijke ingenieur. Ja, dus u gelooft dan aan Apolloon, de sportkot 2 gaat winnen dit jaar? Ik denk dat Apolloon zeker bij de 10-15 eerste gaat zijn.